ben Carlos Koster. Ik werk in een aandachtswijk, Poelenburg. Daarin hebben we vooral gekeken van ja, wat is er aan de hand en hoe kunnen we dat met elkaar oplossen. We hebben ervoor gezorgd dat we elkaar vaker tegenkomen. En nu we elkaar weer beter kennen en dat de wederzijds respect terug is, durven we elkaar ook beter aan te spreken. Want ja, je veilig en thuis voelen in je wijk, dat wil iedereen. Maar je moet er wel wat voor doen.